skitechnische fouten. We maken er allemaal nog veel. Het meest voorkomende probleem ligt vaak in de voor-achterbalans. Hoe kom ik het beste in de middenpositie? We herkennen het wel. We gaan te hard, we voelen het tempo oplopen. De vraag is, hoe lossen we dat op? Voor het behoud van de middenpositie zijn drie stapjes eigenlijk heel belangrijk, die heel veel stapjes verbeterde techniek geven. We staan te smal, de handen zijn vaak achter en we zijn vaak te rechtop. Smal, achter, te rechtop. Iets breder, handen voor en ietsje meer vouwen betekent al heel veel. En dan voel je scheendruk en dan kan je alle bochten straks aan. Nou is glijden één ding, maar in de bochten komt er een heel ander krachtenspel kijken. Ook dan is het nodig dat je steeds zorgt dat je in de middenpositie terugkomt. Vecht je er maar in terug. Ongeveer zo.